Och jezus, och jezus. Oh nee. Oh nee. Hij heeft hem al gevonden. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierigasten. Althans, vandaag zijn we even de gulle gasten, hè Martijn? En ook niet de nieuwsgierigasten. Het format verandert om de week. Ja, het is niet normaal. Maar ja, het is kerst, hè? Dus dat betekent dat we ook weer even wat goeds moeten teruggeven aan de wereld. Ik ben in contact gekomen met een familie. Ze hebben het niet zo breed. Ze moeten keihard werken om rond te kunnen komen. Deze familie kan wel een beetje extra steun gebruiken. Vooral tijdens deze kerstperiode. Waar moeten we in deze coronatijd allemaal kerst vieren? Dat moet verplicht thuis. Dus wat dachten wij? We gaan in huis een mooie kleine makeover geven. Nou, dan heb je aan ons echt een goeie. Want wij zijn zo klusvaardig. Dus ik stel voor, jij gaat alvast naar je favoriete winkel om onze spulletjes te halen. Ja. Dan ga ik alvast de familie het huis trappen, want ze moeten de deur uit. Oh, jij krijgt altijd leuke dingen. Ja, ik heb echt een leuke tijd. Ik ga de spullen halen. Ik ga mensen uit hun eigen huis kicken. Ja, dit is handig. Geen bel. Oh, kijk eens. Hallo, goeiedag. Goeiedag. Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Mag geen handen schudden, maar hoe is het? Ja, goed. Martijn, goeiedag. Martijn. Ja, goed, financieel hebben we het niet zo heel breed. We krijgen gewoon een leefgeld per week. Kijk, het is af en toe moeilijk, maar ja, we blijven gewoon positief. Ik heb iets heel leuks voor jullie. Alleen jullie moeten wel eventjes jullie jassen pakken en de deur uit. Dan geven jullie mij de huissleutels. En dan moeten jullie mij vertrouwen dat er iets heel leuks op jullie staat te wachten. En wat dat allemaal gaat zijn, dat is voor ons ook nog een verrassing, kan ik je vertellen. Maar jullie moeten toch echt de deur uit. Wegwezen, wegwezen, juist uit! Ik ben een afwijzer. Yo, Marty. Gozer. Ik ben een beetje een zee vandaag. Ik heb een beetje het Martijn Manschot syndroom. Wat moest ik nou allemaal halen? Misschien is het handig om er samen doorheen te lopen. Oh ja. Wat vind je van deze kleur? Een beetje grijzig. Ja. Dus ik dacht, als jij iets van beige verf kan halen, dat zou top zijn. Verf? Spiegeltjes, kastjes, ja. Dat zijn leuke dingetjes om het gezellig te maken. Dan moeten we er wel komen, denk ik, jongen. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Kijk eens, de hulptroepen. Kom binnen, jullie zijn hard nodig. Goedemorgen. Ja. Over drugsbeleid. Wat is dit? Een hamer. Is dat handig? Ja. Al sla je me dood. Gewoon van alles wat. Hup. En als je dan zoveel ervaring hebt opgebouwd door de jaren tijdens het klussen, dan weet je dat dit soort dingen gewoon heel handig zijn. Ja, dat heb je alleen als je echt heel veel ervaring hebt. Welke kleur wilde je? Beetje beige, taupe. Ik bedoel ook maar aards. Aard. Oké dan. Dat is taupe en beige, toch? Ja, zoiets. Zoals je ziet ben ik al heel ver, maar niet heus. Ik kan er nog niet heel veel, want er ontbreekt nog één iemand, dat is Niels. Waar ben je, Niels? Ik heb geen idee. Vet weg. Dat is handig. Oké, hup, erin. €156,20. Oké. Dit is de voordeelmarkt, toch? Ja, zeker, absoluut. Kan ik niet een beetje meer voordeel krijgen? Meer voordeel? Ja. Jammer, moet ik mijn manager erover spreken? Ja. We willen dit een andere kleur geven, dit een andere kleur geven en die. Vertel. Krijgt lekker. Top! Daar is hij hoor. Lekker grappie? Ja, gaat goed. Ah, jij loopt weer te buinen. Ik ben hard aan het werk. Wat heb je allemaal gekocht? Ik heb natuurlijk dingetjes bij de voordeelmarkt gegaan, maar ik ben ook nog even langs de kringloop geweest. Dus ik heb hier een spiegeltje, ik heb hier een plantje. Jij dacht laten we besparen. Wat? Gulle gasten laten we... Nou, wilde jij je portemonnee trekken dan? Ik kom met liefde. Ik kom weer met langs al die winkels. En ik weet precies hoe de steel in de vork zit, of hoe dan ook. Ik mag het weer gaan betalen. Ja, want zo zit de steel in de vork. Ja. Maar je hebt een kat thuis ook, toch? Ja, maar die verzorg ik niet.
Oké, nou dan weet je dus daar vandaag wel hoe dat moet. Want dit moet even allemaal naar buiten. Moet ik serieus die kattenbak doen? Flikker even op. Oké, dat doen we samen. We doen helemaal niks samen. We zijn collega's. Ik ben super druk bezig. We zijn van het teamwork. Als je een team bent, dan doe je dingen samen. Zo zit de steel niet in de vork. Alleen samen kunnen wij deze kattenbak verslaan. Kalleer. Sorry, ik kan niet eens met normaal praten gewoon omdat ik zo tegen rands gezet. Ik hoef dit dus thuis nooit te doen. Colaatje. Oh. Zie je? Kan dat gewoon. Sorry. Hup. En dan gaan we. Hup. Hup. Kijk eens. Hallo. Jullie zitten goed in de verf, zo te zien. Ja, en als het goed is, hebben we zo meteen in ieder geval iets moois van het huis gemaakt. Ik moet zeggen, ik heb niet al te veel vertrouwen in Niels, die er nu alleen staat. Ik haat klussen. Ik haat het. Even kijken. Ja, ik weet dus gewoon niet hoe je dit moet monteren. Sorry. Misschien gaat het uit zichzelf nog een keer wat doen. We beginnen met de scheiding. Gewoon de scheiding erin, uit het ziekenhuis. Ja, dat is helemaal hip hoor. Ja, kijk, gaat het goed? Ja, ja, dit gaat toch lekker. Dat is wel een beetje recht, hè? Ik denk ook niet dat het echt bedoeld is om iemands hoofd in te kleuren. Of zijn dit speciaal? Oh, dit is echt een permanente marker. Oh. Oh ja. Ja, het is net. Het is een beetje wat we met jullie huis aan het doen zijn. Zo net boven het plintje. Oh, wat een gedoe dit, hè? Zo verschrikkelijk. Even kijken, zo. It's the most wonderful time of the year. Als er één ding niet in huis komt, dan is dat Ajax. Zelfs het schoonmaakmiddel niet. Helemaal niks, want dan wordt hij echt gek. Nou, dit is helemaal mooi. Kijk eens. Een van mijn grootste hobby's is voetballen kijken en dan vooral Feyenoord. Dat is echt mijn clubje, al ruim 40 jaar lang. Leuk tafeltje, spiegeltje, kapstokkie, Ajax t-shirt. Oh god, dat gaat hij verschrikkelijk vinden. Maar hij is toch van Ajax? Hij heeft in de harde kern van Feyenoord gezeten, heeft hij me zojuist allemaal verteld. Hij was een zieke hooligan. Dus jij moet grappen krijgen. Hoezo ik? De productie zegt hij is van Ajax. Ik hoor hier een familie aankomen. Kijk eens. Daar zijn ze. Ik heb hier een geweldige soort van rode / gele kerstloper voor jullie gemaakt. Dan mogen jullie via dit pad zo jullie huis betreden. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze kleine make-over gaan vinden. Ik wil even zeggen, ik dissocieer me bij deze van Niels en al zijn acties. Och jezus. Och jezus. Oh nee! Hij heeft hem al gevonden. Oh nee, man! Dat ga je dan als Feyenoord is zijn. Hij is wel getekend! Och jongens, heb ik dat! Dit zijn geen kreten van geluk! Oh, kicking gas. Oh, dit is gas. Maar dit is leuk gedaan, zeg! Kijk eens van mij. Oh, dit is leuk. Ja, dat is leuk gedaan, joh. En een klok. Ja. We hebben een klok. En een lamp. Oh, dat is echt leuk geworden. Jullie hebben het echt super gedaan. Ja, blij mee? Ja, zeker. Echt super. Voor ons voelt het natuurlijk ook helemaal hartverwarmend om jullie zo blij te zien. Nogmaals, heel veel plezier. Wellicht tot volgend jaar. Ja. Wellicht tot volgend jaar, hè? Ik neem deze nog even mee. Heb ik twee glaasjes onderweg. Nee, ik laat me rijden. Hey, volgens mij vonden ze het wel hartstikke vet. Ik had het minder enthousiast van. Maar ik moet zeggen, ik ben echt vooral verrast in mezelf. En ik wil dat je dat ook even gaat zeggen, zo nu op camera. Niels, ik ben echt onder de indruk van hoe weinig inspanning jij vandaag hebt geleverd. En het eindresultaat, chapeau. In ieder geval, proost op jou. Proost op jou. Fijne kerst en een kut 2021. Ja. En wij gaan. En we moeten weer weg van de regisseur. Oké. Okay.